een aantal schuif- en steekspeldjes heb ik alvast kralen gedaan. Ik heb de hele contourlijn afgedeeld met uitzondering van de nekpartij. Ik ga nu het haar wat los is allemaal tegenkammen. Beetje glansspray eroverheen, beetje haarlak eroverheen en dan kam je de bovenste laag weer netjes. Ik maak hier een lage staart erin. Ik begin met een pluk bovenop. Ik kam hem netjes door, maak er een lus in en zet hem vast met schuif of met steekspeldjes. Zo ga je steeds verder. Pak een nieuwe pluk erbij, kam hem door, maak er een lus in en zet hem vast met schuif- of steekspeldjes.
Hier en daar nog een steekspeldje erbij, zodat alle plukjes netjes vast blijven zitten. Om de speldjes hier weg te werken, gebruik ik kleine plaksteentjes. Die kan je op het haar plakken of op het speldje plakken, zodat het speldje niet meer zichtbaar is. Hier stop ik er nog wat bloemetjes in. Dit zijn kunstbloemen die ik nog thuis had liggen, maar het is eigenlijk mooier om hier wat echte bloemetjes in te stoppen. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee! Welke vlecht willen jullie volgende keer zien? Laat even een reactie achter.